Het lijkt erop dat de oppositiepartijen in de gemeenteraad van Beuningen het zandtransport Beuningse Plas hebben gebombardeerd tot hoofdthema van de komende gemeenteraadsverkiezingen. GroenLinks en CDA hebben opnieuw persberichten doen uitgaan waarin zij spreken van bestuurlijke chaos en nieuw financieel debakel. PvdA en GroenLinks willen dat het Beunings College alle partijen die betrokken zijn bij het zandtransport opnieuw naar de onderhandelingstafel dirigeert. Beide partijen vinden dat Beuningen alsnog moet proberen te regelen dat het zand via een transportband wordt vervoerd.